Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door. Assalamu alaikum, goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Mokro Inside Success Stories. Mijn naam is Nordin Goudani en voordat ik de gasten ga presenteren, duimpjes omhoog. Niet omlaag, ik zie af en toe menselijke vergissing. Omhoog. Abonneren. Linksonder. 1000 abonnees, bijna nog een weekje, denk ik. En dan mag ik eindelijk taart bestellen. En niet te vergeten, jongens, een reactie. Wat vond je van de uitzending? En misschien heb jij wel tips. Nu tijd voor de gasten. Mijn eerste gast, Selim Hadri. In 2017 uitgeroepen tot ICT Young Professional of the Year. Is nu consultant innovatie en commercieel directeur bij Milvum. Mijn tweede gast, Ihsan Shoa. Getrouwd met Nasser Barazite. De voetballer, ja, de voetballer. Wat voor een voetballer. Wat kon ik van hem genieten in zijn tijd bij FC Utrecht. Samen met Labiat, daarachter Sofian Amrabat, Yassin Eyoub. Dat was echt Marokkaanse crème de la crème. Echt hoog niveau schoolvoetbal. Heerlijk. Maar je denkt voetbalvrouw, veel meer dan dat, hè. Moeder van 3 kinderen. Woont nu in Dubai. Bezig met 2 opleidingen. Fashion marketing, fashion design. En... denk niet, voetbalvrouw oppervlakkig. Deze dame heeft een carrière in haar hoofd. En dat gaat niet alleen over geld, commercieel, nee. Het zit veel dieper, veel inhoudelijker. Luisteren, want daar kun je heel wat van leren. Mijn derde gast, Hossein Bezaai. Oud-voetballer, Sparta. En bij Sparta heeft hij nog gevoetbald onder Frank Rijkaard en Willem van Hanegem. Er zijn maar weinig voetballers, hè. Weinig voetballers die kunnen zeggen... Ik heb training gehad van Frank Rijkaard en van Willem van Hanegem. Hossein Bezaai wel. Nu is hij programmamanager bij de KNVB. Racisme en discriminatie. Dat is ook nog eens heel nobel werk. Hij probeert dus eigenlijk het racisme en discriminatieprobleem in het voetbal, niet alleen in de top, zeg maar bij de profs, maar ook juist bij de amateurs, te verbannen. Dat gaat niet makkelijk. Dat gaat ook niet makkelijk worden. Maar ik heb heel veel vertrouwen in deze man. Assalamu alaikum, goedenavond. Goedenavond. Laat ik bij jou beginnen, Hossein. Jouw allereerste succes ooit. Nou ja, dat was het moment dat... Ik weet nog, dat zat ik op de bank met mijn moeder. En toen kreeg ik een belletje van mijn zaakwaarnemer dat ik een profcontract kreeg. Ja, dat was natuurlijk gewoon een enorm succes. Maar om één... Ja, ik was natuurlijk alleen met mijn moeder op dat moment. Ik zorgde ook voor mijn moeder op dat moment. En dat ja, gaf toch wel een beetje ook al... Ja, een beetje vrijheid. Hè? Op een gegeven moment zag je het contract. En, dus het succes was niet alleen maar dat ik zeg maar, heel veel geld ging verdienen, maar ook het feit dat ik mijn moeder alles kon geven wat ik wilde geven. Wat dus was het succes? Ik was 18. Wie bel je dan als eerste? Nou, toen de tijd niemand. De mobiele telefoons waren niet zo dat je iedereen kon bellen. Dus maar ik was ook niet dat ik iedereen ging afbellen hoor. Dus ik was gewoon blij voor mezelf en mijn moeder met name. Dat waren mijn tweetjes. Mijn moeder begreep er niks van. Ik moet zeggen, ik rende echt letterlijk door de woonkamer heen. En mijn moeder dacht, wat gebeurt hier? Nou ja, al moet ik zeggen, mijn moeder snapte er nog niks van. Want die dacht, hoe kan je nou in godsnaam geld verdienen met voetbal? Dus dat was voor haar ook bijzonder. Maar uiteindelijk, dat was iets wat ik in ieder geval... Het succes dat kon ik delen met mijn moeder. Laat ik het zo zeggen. Dat was voor mij het succes. Ja, Sen, voor jou? Je aller succes ooit? Toen ik heb leren fietsen als kind. Hoe oud was je toen? Ik denk dat ik 4 jaar was. 4,5 misschien. Al iets ouder, denk ik 5 zou ook goed kunnen. Ik had me dus mijn eerste fiets gekregen. Ja, wij mochten dus gewoon buiten spelen zonder ouders. En ik weet nog dat ik heel vaak tegen auto's aanknalde. Ik bleef wel doorfietsen, kapotte knieën. Ik heb nog steeds littekens ervan over. Dat zijn toch wel dingen bijgebleven. Dingen die zijn bijgebleven. En ik zie dat toch wel een beetje weer terugkomen in mijn karakter. Dat je blij bent met kleine dingen, is dat het? Zeg maar kleine dingen in mijn fiets. Nou, ik blijf dingen wel proberen. Wat ik behaal. Dus dat is een beetje meer... Vallen opstaan. Ja, inderdaad. Ja. Selim, voor jou, jouw allereerste succes ooit? In het onderwijs, toen ik van theoretisch HAVO brugklas naar gymnasium mocht gaan in de tweede klas. Was een advies van mijn leraar op de basisschool. Die zei van,
Je hebt een HAVO-advies op de CITO, maar ik ga je geen HAVO-VWO-advies geven. Probeer het eerst maar op theoretisch HAVO. Dus ik was wel blij dat ik een overwinning had met goede cijfers, dat ik in het tweede jaar naar gymnasium moest gaan. Al had ik dyslexie, dus ik had wel wat bewezen daar. Ben je dan iemand die dan teruggaat naar die leraar? Ja, het grappige is, hij kwam naar ons toe. Zeg maar, in groep 8 heb je dan een soort van rondleiding dat je in de regio naar bepaalde middelbare scholen gaat om te laten zien wie zou je kunnen inschrijven. En ik zag hem op een gegeven moment in mijn aula. En ik had hem gegroet, hoe gaat dit? En dan vraag je automatisch hoe het met je gaat. Wat doe je nu allemaal? Toen zei hij, ik doe niet gymnasium. En geweldig, dat gezicht. Toen je dus dacht van, wow, ik had je verkeerd onderschat, zeg maar. Maar toen ging het ook weer... Het was een hobbelige weg hoor in mijn studie. Ik ben toen in de derde klas, had ik nog steeds gymnasium, maar in de vierde ging ik terug naar HAVO, want ik had bewezen dat ik het kon. Ik ging weer te veel gamen en alles. Maar uiteindelijk, ik ben wel weer beland op de Technische Universiteit, op de TU Delft, Technische Informatica. Dus het is wel uiteindelijk gelukt, maar het is een hobbelige weg geweest. Was jij iemand die een schop onder zijn kont nodig had? Ja, ik heb een hele irritante karakter wat dat betreft. Als het gaat om presteren, ik moet wat stress hebben, anders wacht ik gewoon op het laatste moment. Presteren onder druk? Ja, het is eigenlijk geen goede eigenschap, maar ik merk wel dat ik dat best wel goed, ja, best wel nodig heb. Nou, op zich, als ik naar jou kijk, Hossein, presteren onder druk, ook als voetballer. Ja, alleen als je groot bent, ja, dan kun je presteren onder druk. Dus volgens mij maakt dat het, of je succesvol bent of niet. Klopt dat? Nou ja, in ieder geval heeft mij heel veel gebracht nu in het werk wat ik doe. Presteren onder druk. Ja, ik kan eigenlijk wel goed onder werken. Dus het is voor mij alleen maar goed geweest dat ik dus in mijn voetbalcarrière enorme druk heb ervaren. En ook weten mee om te gaan. En dat kan ik nu vertalen in mijn werk. Ik ben ook iemand, als iedereen dat stress is, dan denk ik, jongens... Laten we kijken hoe we het kunnen oplossen. Ik stress me echt nooit. En dan komt ook omdat ik gewoon die druk best aan kan. En dat vind ik wel fijn dat ik dat heb. Maar ik denk, als je onder druk goede resultaten haalt, ja, dat vind ik wel dat dat een weg is naar succes. Ersen, je bent getrouwd met een profvoetballer. Dat betekent vaak, niet altijd vaak, dat zeker tijdens de voetbalcarrière van je partner, dat is leidend. Je volgt het ook als je naar het buitenland gaat. Hoe moeilijk is dat om toch, je hebt een persoonlijk doel, je hebt persoonlijke successen die je wil behalen, om zeker tijdens zo'n carrière soms zeg maar jezelf niet op de eerste plek te zetten? Hoe het is? Lastig. We zijn vanuit huis vrij onafhankelijk opgevoed en ineens moet je je eigenlijk afhankelijk opstellen. En juist klaarstaan voor een ander. Wat overigens ook heel logisch op zo'n moment. Maar goed, dan ben je getrouwd. En dan denk je van, hey, ik verveel me. Ik wil wat doen. Ik wil werken of ik wil studeren. Want dat ben je dan natuurlijk gewend. In de beginjaren is dat altijd wel vrij goed gegaan. Totdat ik ben gewoon heel ambitieus. En ik heb dat heel lang moeten onderdrukken. En hij is daar ook altijd heel goed mee omgegaan. En hij heeft wel altijd heel veel om geduld gevraagd. Zei, ja, jouw tijd komt nog wel, wees geduldig. Maar goed, hij voetbalt nog steeds. En daar heb ik toch een beetje doorgepusht om toch de laatste, de laatste jaren toch te gaan studeren. Want wat studeer je nu? Ik studeer fashion marketing en fashion design en pattern making. So, ik moet heel vaak overschakelen van het Engels naar het Nederlands. Dus ik volg twee studies. Het gaat op zich prima met de huidige situatie. Het is gewoon vaak dat ik wel in mezelf geloof. Ik vind dat je, als je ergens een wil voor hebt, dat je dat ook echt kan bereiken met de wil van Allah. Ja, want jij hebt je leven op dit moment in Dubai, 3 kinderen. Ver weg van je familie. We zitten natuurlijk met coronatijden. Dus je hebt een gezin te runnen, studie. Alleen, want jouw man voetbalt op dit moment ergens in Vietnam. Thailand. Thailand. Bijna. Thailand. Hoe doe je dat? Want dat lijkt me best lastig. Wat ik eigenlijk heb gedaan is, ik heb geprobeerd, het klinkt heel apart, een team om me heen te bouwen. Ik heb een broertje om me heen.
Hier in de Emiraten is het vaak gangbaar dat je ook een hulpje hebt. Sorry, in? Een hulpje, dus ja, een, ja. Iemand in dienst. Ja. Dus wat ik heb er dus voor gekozen om, ja, om dat ook te accepteren. En hier gaan ze gelukkig ook naar school toe. Dan hebben ze ook naschoolse activiteiten. Dus mijn uren vallen ook precies wanneer ze ook naar school gaan. Hm. Soms zijn ze wat eerder thuis. Soms ben ik eerder thuis. Dus wanneer zij thuis zijn, dan probeer ik zoveel mogelijk thuis te zijn. En zodra ze op bed liggen, dan, ja, dan loop ik naar het kantoor. En ja, dan studeer ik weer verder tot soms middernacht. Soms 10 uur 's avonds, dan ga ik naar bed. Zo gaan mijn dagen eigenlijk. Maar het is hard werken dus? Het is wel hard werken, ja. Soms maak ik wel echt nachturen, wat overigens heel ongezond is. Maar goed, wat ik al zei, als je echt gebrand bent om iets te bereiken, dan, ja, dan doe je dat. Ja. Ik zie jou knikken, Selim. Is dat wat het is? Succes behalen betekent eigenlijk keihard werken? Ja, ik denk dat het wel klopt. Natuurlijk moet je wel letten op een beetje balans hebben in je leven. Voor iedereen is succes anders. Ik geloof dat succes is dat een aantal kernwaarden die voor jou belangrijk zijn. Bijvoorbeeld vrienden die je dichtbij je hebt, waar je een goede relatie mee hebt. Een goede band met je familie, je ouders bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld een carrière, als je heel belangrijk vindt om mooie resultaten neer te zetten. Dus uiteindelijk, het is niet zo dat ik elke nacht aan het werk ben. Maar soms heb je van die deadlines en heb je iets beloofd. En dan moet je er wel staan. Dus het is soms wel nodig. En iedereen heeft 24 uur op een dag. Dus het is voor iedereen mogelijk om zijn doelen te halen. Natuurlijk moet het wel in de realiteit blijven. Maar het gaat erom dat je echt een richting hebt waar je naartoe wilt gaan. En dat je er graag voor wilt werken. En dat kost soms wel wat extra energie. Ja. Want wat doe jij nu precies? Ja, wat wij doen is... We zijn een organisatie nu 9 jaar geleden gestart. Met 4 vrienden van mijn studie zijn we gestart. En zijn we nu in een team van 17 mensen in totaal. En wat wij doen is, wij creëren digitale innovatieve oplossingen voor overheden en voor de financiële sector. Dus banken en verzekeraars. En ook met trots sinds kort voor Shabi Bank Nederland. Dus daar ben ik pas kort gestart met het team om daar de dienstverlening te verbeteren. Dus de money transfers, et cetera. Dus het is echt een softwarehuis dat innovatieve gebruiksvriendelijke applicaties bouwt voor tablets, laptops, smartphones en back-end systemen. Dus kijk naar jouw gezin. Hard werken. Wat was nou zwaarder? Het profvoetbal bestaan of nu het managen van bij de KNVB als het gaat om racisme en discriminatie? Ja, kijk. Het voetbal was voor mij natuurlijk heel hard werken, omdat je bent heel erg gefocust. Hè. Het is natuurlijk iets wat je zeg maar binnen een team moet doen. En dan is het echt een teamding. Maar dan ben je niet de leider in die zin. Je bent geen trainer of coach of manager. Je bent gewoon een individu. En mijn karakter was dat ik er alles uit wilde halen wat erin zat. Dus ik was wel gewoon een strebertje. Kijk, nu bij de KNVB is het natuurlijk heel anders. Nu ben ik degene die de kar trekt. Ja, ben ik verantwoordelijk voor best wel een heftig thema, racisme en discriminatie. Dus het eerste is, hoe ga ik me opstellen zodat mensen natuurlijk ook meegaan in hetgene wat we willen bestrijden. Dus dat is een hele andere manier van of leiden, of in ieder geval streberig zijn. Het is voor mij heel lastig om die twee dingen naast elkaar te leggen. Want als profvoetballer wilde ik alles eruit halen om de beste te worden van de wereld. En nu wil ik de wereld mooier maken. Ja. Dus het is een heel andere doelstelling misschien en ook ambitie die ik nu heb. Dus ja, maar het karaktertje is wel dat ik er wel alles uit wil halen. Ja. En als het gaat om succes, hè, in je huidige job zeg maar. Het lijkt me lastig om succes... Kijk, succes is meetbaar voor heel veel beroepen als je iets... Als je iets verkoopt of wat dan ook. Maar voor jou lijkt me dat lastig om te bepalen... Ja, dit is succes. Omdat het iets van hele lange termijn is. En eigenlijk oneindig is het eigenlijk. Wat jij moet gaan doen. Ja, kijk, ik moet natuurlijk een basis leggen. En voor mij is het ook dat ik gewoon een succesboek als bewustwording... vergroot word onder iedereen. Niet alleen maar het voetballandschap, maar eigenlijk de maatschappij. Want het is een maatschappelijk probleem waar we natuurlijk mee te maken hebben. Kijk, en voor mij is het mooi als mensen gaan herkennen
wat het teweeg brengt. Maar het is ook heel lastig om inderdaad om in producten te praten, wat dan ook, want die heb ik niet. Ik heb niet ergens dat ik zeg, nou, als je dit koopt, is het morgen opgelost. Ja. Het is voor mij gewoon heel lastig om te zeggen, ja, ik ben nu succesvol. Nee, dat kan ik pas over, ik heb gezegd, over 5 jaar kunnen we pas zien wat het doet. En dan bedoel ik dat het misschien minder wordt in voetbal. Want daar kan je het wel meetbaar maken. Dat je ziet van, nou, hoeveel meldingen zijn er en hoe gaan we er nu mee om. Dus ja, het is ook wel een heel lastig ding. Maar uiteindelijk moet het gewoon bespreekbaar worden. Dat is het. Het moet zichtbaar blijven. En we moeten gewoon met z'n allen gewoon zorgen dat dit probleem uit de wereld verholpen wordt. Dus ja, kijk, alles is mooi meegenomen, zeg ik op dit moment. Ja, goed. Sen, voor jouw succes, jij bent mensen met een opleiding. Kun je al verder kijken dan je opleiding? Zeg maar dat succesmoment voor jou. Waar ligt die stip, zeg maar, op die horizon voor jou? Ik wil absoluut geen carrièrevrouw worden. Feministische vrouwen die roepen vaak ja, carrière maken. Voor mij is dat een paar jaar geleden heb ik dat ook zo besloten. Ik ben een moeder. Ik ben een vrouw van een persoon. En ik denk dat als je balans hebt in je leven, dus een gezin draaiend kan houden, je religie kan behouden zoals je beleiden, zoals je dat wilt, familiebanden onderhouden, en gewoon werken waar je het werk verricht waar je gelukkig van wordt. Ik denk, wat mij dan denk ik gelukkig zou maken, is als ik een specialisatie kan kiezen waar ik heel goed in kan worden. Want dat heb ik dan wel weer. Als ik iets doe, wil ik daar ook heel erg goed in zijn. Dat het mij ook gelukkig zal maken. Dus ik hoef niet zo ver te gaan dat ik ergens voor Chanel ga werken. Waar denk je dan aan? Als het gaat om een specialisatie, waar moeten we aan denken? Ik weet het nog niet. Ik sta open voor alles. Zolang ik maar mezelf daarin kan vinden. Dus dat ik gewoon wel mezelf kan blijven, mijn religie kan uitoefenen zoals ik wil. Ik kan bijvoorbeeld ook voor mezelf beginnen. Maar ja, dat weet ik. Dat is heel makkelijk, dat zegt iedereen. Maar dat is ook weer zoiets van dat ik denk van, ja, dat is niet zomaar. Je kan niet zomaar voor jezelf beginnen en heel succesvol worden. Dus ik sta gewoon nu op het moment open voor alles. Dus ik laat gewoon alles op me afkomen. Je hebt volgens mij een paar jaar geleden heb je een opleiding in Italië gedaan. Als het gaat om volgens mij iets met tassen. Ja, klopt. Ja. Zijn dat, want je bent creatief aangelegd. Wat heb je daarvan geleerd? Wat ik daar eigenlijk het meest van heb geleerd. Zeg maar, de opleiding was bag pattern making. Dus hoe je patronen maakt voor tassen. Maar wat ik van die opleiding heb geleerd was eigenlijk heel wat anders. We zaten in een hele multiculturele klas. Dus echt leerlingen van verschillende delen. Uit verschillende delen van de wereld. En daar voelde ik me echt gelukkig bij. En toen dacht ik bij mezelf, want dat is ook voor mij de drijfveer geweest. Tenminste, Nasser had altijd wel de wens gehad om hier naartoe te komen. En ik had zoiets van, nee, liever niet. Ja. maar goed, de setting met heel veel cultuur in de klas zitten, dat heb je dus hier ook. Hmm. En dat is precies wat ik ook mijn kinderen wil meegeven. Dat je niet alleen Marokkanen, Turken, Somaliërs hebt en Nederlanders, maar er zijn meerdere mensen dan. Dan de wereld is veel groter dan we denken. Dat is eigenlijk het meeste wat ik ervan heb geleerd. Maar goed, dat neem ik nu wel weer mee naar wat ik nu doe. Ik kan daar nog altijd in specialiseren. Dus heel lastig om te zeggen. Ja. Nou, Céline, voor jou. Je doet een opleiding, ICT. Weet jij, zeg maar, op een gegeven moment dat je gaat studeren op de universiteit, een Delft Technische Universiteit, weet jij, op het moment dat je begint met studeren, is volgens mij een studie die niet, volgens mij, heel veel Marokkanen doen, zeg ik even met een vooroordeel. Op het moment toen ik in mijn klas zat, waren er niet zoveel Marokkanen. Nee. Ik denk dat het nu wel aan het veranderen is, hoor. Ja? Ja. Het moment dat je dan, laat ik zo zeggen, waarom kies je voor zo'n opleiding? Zeker in die tijd waar je zegt van, bijna niemand doet het, waarom kies jij voor zo'n opleiding? Ik heb gedacht het is vaak een hele moeilijke keuze voor veel mensen. Wat ga je doen? Ik keek om me heen en ik vind het leuk om dingen te creëren. We zagen om ons heen dat digitalisering steeds belangrijker werd. Dus ik heb gewoon gekozen voor, ik zie een trend. Ik ga dat doen en het is ook iets wat ik leuk vind, iets creëren. Maar eenmaal toen ik het begon te doen,
merkte ik ook heel snel dat ik niet zo de beste programmeur ben, maar wel creatief. Dus uiteindelijk ben ik ook in wat ik niet doe, degene die het advies geeft, creatief is, innovatief en de commercie binnen het bedrijf. En uiteindelijk, ja, ik heb eigenlijk op mijn 19e besloten, een vakantie in Marokko, van als ik een kans krijg om te gaan ondernemen, dan ga ik die met beide handen vastpakken. En toen werd er op een gegeven moment in mijn tweede jaar technische studie door mijn studiegenoten een meeting gepland in de bibliotheek. Kon we gaan ondernemen, 10 ideeën op het bord geschreven, app bouwen was er één van. En toen werd eigenlijk gezegd, wil je meedoen, €400 inleg, anders ben je geen co-founder. Ja, in die studententijd is dat veel geld. Dus we hebben dat gewoon samen zo opgebouwd. En ja, stap voor stap, alhamdulillah, nu 9 jaar bestaan we en we doen toffe dingen. Heeft jouw identiteit, heeft het jou dat ooit belemmerd tijdens je studie of later in je werk? Ja, je hoort wel soms negatief geluid om je heen. Je moet dan wel laten zien wat je waard bent en gewoon de impact laten zien. Maar uiteindelijk, als je dat goed zichtbaar maakt, dan ga je je doelen halen. Wat hoor je dan? Soms, je hoort het wel eens om je heen dat, zeg maar, de stereotypering. Als je het over Marokkanen hebt, is het dan soms die grapjes soort van niet een fiets stelen, ik laat hem hier staan, weet je wel. Maar die grapjes tussendoor als je dan op de studie zit en zo. Maar uiteindelijk, het is wel een soort van beeld dat mensen dan hebben. Hoe ging je daarmee om? Ik heb er eigenlijk weinig tegen gedaan. Ik heb gewoon mijn eigen gangetje ben gegaan, ik heb gewoon mijn best gedaan. En wat ik nu wel de laatste tijd veel meer doe, afgelopen jaren, is ik geef dan lezingen aan hogescholen. Ik vertel dan mijn ondernemersverhaal en probeer dan ook gewoon studenten daar te inspireren. Van, je kan je dromen halen als je er gewoon voor gaat. En het in je skill past en je vindt het leuk. Dus het is goed om ook positief geluid te horen. Dus ik vind het ook tof dat je dit doet. Hoe is het voor jou? Je hebt natuurlijk als voetballer heb je wel eens te maken gehad met discriminatie. Dus je identiteit, zeker op het voetbalveld, speelt altijd een rol. Hoe is dat nu, naarmate je wat ouder bent geworden? Nou ja, natuurlijk als voetballer heb ik er natuurlijk ook al veel mee te maken. Alleen, ik heb het al vaker genoemd, volgens mij ook al een aantal interviews, dat ik er als voetballer ging ik er anders mee om. Het deed me niet zoveel, omdat ik dacht, ja, ik sta er gewoon boven. Ik ga me niet verlagen tot degene die dat tegen me roept. Dus ik was ook niet de type die dan helemaal in zak en as zat als er wat werd geroepen. Ja, soms kon ik er ook wel op lachen en dacht van, nou ja, het zal allemaal wel. Maar naarmate je ouder wordt, en met name ook dus de functie die ik nu bekleed bij de KNVB. Hè, bedoel, ja, racisme, discriminatie, ja, dat moet ik tegengaan. En dan heb ik nu pas het besef wat het met mensen doet. En dat het mij niks doet, wil niet zeggen dat het andere pijn doet. Dus ik probeer nu eigenlijk voor andere mensen juist iets te creëren. Een soort van veilig voetbalklimaat te creëren waar men dus gewoon zichzelf kan zijn. Wie die is, wat die is en waar die ook in gelooft en wat dan ook. Zonder dat die zeg maar op zich uit de kenmerken wordt zeg maar afgeschilderd. Afgerekend en met name... Ja, ben ik me daarvoor aan het inzetten. Om te zorgen dat iedereen gewoon het spelletje leuk vindt. En het zeg maar elke week gewoon lekker kan uitoefenen. Zonder dat er iemand langs de kant idiote dingen naartoe wenst. Is dat moeilijk? Want ik kan me wel voorstellen, zeker in tijden dat de maatschappij verhardt. Zie je nu ook met die sportprens bijvoorbeeld. En de politiek die erop inhaakt. Dat je ziet dat groepen uit elkaar worden getrokken. Maakt het dat lastiger? Nou ja, ik ben een persoon die eigenlijk al het negatieve altijd probeert te vermijden. Hè. Ik bedoel, ik denk dat is ook een stukje van succes. Dat ik mensen meegeef, probeer zoveel mogelijk negatieve mensen te vermijden. Dat is echt mijn ding. Ik kan niet zo goed met negatieve mensen. Dus wat ik doe is juist de verbinding zoeken. En echt juist tegenovergestelde. En ik zeg ook altijd, je gedrag is je beste reclame voor jezelf. En je omgeving. Dus ik zorg wel dat ik gewoon iedereen aan me probeer te binden. Ja, en zorgen dat we iets samen kunnen oplossen. En dus ik moet eerlijk zeggen, ik laat het negatieve altijd los. Ik ben echt een rasoptimist. Ja, ik kan er niet anders zeggen dat ik alleen maar naar positieve kijk. Lijkt me lekker. Ja, dat is echt, het is niet gespeeld. Zo zit ik in elkaar.
Ik heb echt helemaal dat negatieve, dat laat ik echt allemaal los. Dat vind ik allemaal prima wat mensen vinden. Ja, weet je, soms denk ik bij mezelf, hoe komt het bij je op om te zeggen, ja, ik ga iets tekenen en ik ga even lekker iemand beledigen. Ik denk, ja, waarom moet je dat nou zien? Als je ergens niet mee eens bent, kan je ook zeggen, ja, ik heb niks met dat. Ja, dan denk ik, dan heb je je mening ook gegeven. Ja. Doe het mij. Hè? Ja, zo zie ik het. Dus soms kijk ik heel simpel naar, maar het heeft me wel gebracht waar ik nu ben. En ook in mijn functie is het heel belangrijk dat ik juist mensen verbind. En ook volgens mij niet emotioneel betrokken bent. In de zin van, stel dat je altijd wel je ratio, zeg maar. Ja, nou, daarom. En het moet je niet gaan raken, denk ik. Want dan ga je emotioneel reageren. En dan kan je eigenlijk hetgene kwijtraken wat juist zo authentiek is. Dus nee, ja, gelukkig niet. Alhamdulillah. Ja, voor jou, hoe geldt dat voor jou, je identiteit? Je hebt natuurlijk, kijk, we zijn moslims, maar bij jou, ik bedoel, je draagt een hoofddoek, dus dan is het helemaal zichtbaar. Is dat ooit voor jou een belemmering geweest? Nee, eigenlijk nooit. Ik ben het vooral met Hussein eens. Je hebt geen invloed op uitspraken of opmerkingen van mensen. Ja, ik denk gewoon dat je gewoon... To go with the flow en negativiteit gewoon langs je heen laten gaan. Ik denk dat dat het beste is, want als je, in mijn optiek, als je bijvoorbeeld geweigerd wordt of wat dan ook, wij proberen altijd te zoeken naar een reden waarom we geweigerd zijn. Maar goed, ik zeg altijd, ja, het mocht niet baten, het is niet voor je weggelegd. Dus ik laat het best wel vrij makkelijk langs me gaan. Ik heb er niet zo heel veel last van, moet ik eerlijk zeggen. Ook toen ik geen hijab droeg in Nederland. Had ik er eigenlijk ook geen last van. Ben je nooit afgewezen waarvan je het gevoel had, ik ben afgewezen niet op mijn kwaliteiten, maar omdat ik Marokkaanse ben of omdat ik moslima ben? Nee, eigenlijk niet. Ik was best wel... Ja, nee, eigenlijk niet. Ik sprak het tenminste, toen ik nog in Nederland woonde, sprak ik nog vrij goed Nederlands. Ja, weet je, als ik dan tussen de Nederlanders was, dan ja, dat was gewoon... Echt zijn. Ja, dat was gewoon, gewoon mezelf. Ja. Als ze grapjes maakten over de Marokkanen, bijvoorbeeld over fietsen steden, ja, dan deed ik gewoon mee. Zeg, ja, pas op hè, dat je wel de fiets op slot zet. Mm. En dat weet je, een beetje spot mag openen. En als je dat ook, als je ook een beetje meedoet en ze respecteert, denk ik dat dat wel vaak goed komt. En ook dicht bij jezelf blijft. Niet alle opmerkingen te persoonlijk nemen. En zelfs als ze iets over religie zouden zeggen. Ik persoonlijk neem dat totaal niet serieus. Ik heb zoiets van, ja, het ligt er ook een beetje aan wie je voor je hebt. Dus dan moet je altijd wel kunnen analyseren van met wie heb ik te maken. En is het waardig om een discussie aan te gaan, ja of nee? Dus kort gevat, ik heb er geen last van. Veel interessant, want volgens mij zijn jullie alle drie daarin hetzelfde. Als het gaat om je identiteit hebben, opgroeien... Ik hoor juist ook heel veel verhalen juist van mensen die juist dat moeilijk vinden. Die juist vinden dat je juist wel er tegenin moet gaan. Als er grappen worden gemaakt of vooroordelen. Lijkt me lastig. Ik heb eigenlijk ook een beetje altijd tussenin geschipperd. In het beginsel deed ik af en toe mee. Maar op een gegeven moment draaide mijn knop en dacht van nee. Want... En dat was vooral na 9-11. Want op een gegeven moment merkte je daarna, in mijn geval, merkte ik... Nu ben ik opeens Marokkaan, of nu ben ik opeens moslim. En toen pikte ik het niet meer, zeg maar, dat soort grapjes. Ook niet van jongens die ik al heel lang mee voetbalde. Maar hebben jullie dat nooit meegemaakt? Dat je op een gegeven moment, of dat je intern twijfelde van, eigenlijk wil ik wel iets zeggen, maar... Ik denk dat iedereen het wel een keer heeft meegemaakt. Als je in Marokko bent, ben je Nederlander. Als je in Nederland bent, ben je Marokkaan. het is ook vaak wat je het nieuws ziet. Als dan Ziyech speelt voor het Nederlands elftal, dan is die Nederlander. En hij scoort en heeft een succesverhaal, dan is hij Nederlander. Gelukkig doet hij dat. Dus wat ik hiermee bedoel is, iedereen wil graag trots zijn op waar hij vandaan komt en zijn roots kan representen, zeg maar. Maar uiteindelijk, er is racisme in deze wereld, dat hebben we gezien. Ik bedoel, we komen van een historie van slavernij. En het wordt steeds beter met de toekomst. Alleen, het is waar ik in geloof is, laat het succes geleid maken. Even dus, je zegt, het wordt steeds beter. Ja, heb je dat gevoel echt dat het steeds beter wordt?
als je relatief kijkt naar het verleden, dat je slaven had en... Dat is wel heel ver terug. Ja, maar goed. Er is een lange trend dat zeg maar, we zijn nu als een globale wereld met elkaar verbonden. En ik denk dat dialoog gewoon heel belangrijk is, ook wat Hesse net zei. Je moet mensen in het gesprek blijven betrekken. En vooral luisteren, begrijpen en een dialoog voeren. En je ziet het gewoon om je heen ook. Black Lives Matter. Het is gewoon een beweging door heel de wereld geworden. Maar dat was niet een beweging van pure verbinding. Dat was ook wel een beweging van activisme. Ja, activisme. Dus uiteindelijk, als het om negativiteit gaat, het impact jou persoonlijk. Stel voor als jij vroeger slaaf was en negativiteit, jij blijft slaaf. Dan kan je niet zeggen, het doet me niks, want het impact jezelf, zeg maar. Dan moet je wel in de activisme gaan, want uiteindelijk dan kan je niet meer met je hart iets denken. Dan moet je met je handen iets doen of met je mond. Dus er is een grens aan wat negativiteit met je doet. Als het persoonlijk jouw impact, dan moet je meer doen dan alleen naar het positieve gaan, want uiteindelijk het beïnvloedt je wel. En als je kijkt, als we nou even dat vertalen van Black Lives Matter, de slaven, en even naar ons, moslims, en de aanslagen, laatst nog in Frankrijk bijvoorbeeld, daar worden wij in principe ook mee geconfronteerd. Of hebben jullie daar geen last van? In mijn werk op dit moment niet. Nee. Ik zit er nog best wel ver vanaf als het gaat om persoonlijk over mijn impact. Ja, mij ook niet. Nee. Je wordt nooit aangesproken op of van even... Hey, ja, dat... ik ben altijd heel simpel. Dan zeg ik ja. Als Wim mijn buurvrouw een klap geeft, ga ik ook niet naar mijn andere buurmannen zeggen, wat vind je er nou van? Ja, weet je, waarom vraag je dat? Ja, Wim is ook blank. Weet je, ik heb dat niet. Ik heb zoiets van, jongens, ja, als jij dat vindt, prima. Maar ik ga er echt geen tijd en energie in zetten. Want dan denk ik, degene die het vraagt aan mij, heeft gewoon echt zaagsel in zijn hoofd. Wat zou ik dan als antwoord moeten geven? Nou, prima, doe er nog 10 aanslagen bij. Ja. Nee, het is toch gewoon te zot voor woorden dat ik dus afgerekend word op wat een andere idioot ergens doet, in de naam van ons mooie geloof, helaas, dat ik dat dan moet recht gaan praten. Ja, sorry. Ik heb er niks mee. Ik zeg altijd, sorry, als je dat van mij vraagt, dan ken je mij niet. En gelukkig weten mensen hoe ik erin sta en die vragen mij dat ook niet. Want ja, natuurlijk keur ik dat af. Ik bedoel, ja, waarom moeten wij elke keer opstaan als er een of andere idioot dat doet? Weet je, ja, als we met z'n allen nou echt zo waren zoals die ene idioot, hadden we het knap lastig gehad overal op de wereld. Denk ik ook. Dus ja, weet je, gelukkig krijg ik die vragen niet. En ja, en als ik ze krijg, dan kan ik daar echt geen normaal antwoord op geven, eerlijk te zijn. Ja, Sen, jij woont nu in Dubai, je hebt in verschillende landen gewoond. Oostenrijk, Nederland. Heb je ook nog in Frankrijk gewoond? Ja, grens van Frankrijk, ja. Nee, Frankrijk, ja. Merk jij verschillen in... Je woont nu in Dubai bijvoorbeeld. Zo'n aanslag in Frankrijk, wordt daar überhaupt over gesproken? Ja, de studenten die spreken daar wel over. Vanuit de leiding, daar wordt niet over gesproken. Maar goed, zij zitten daar ook niet mee. En zij beseffen ook wel dat ook een beweging is op een vreemde ideologie. Ik weet het niet. Dat beseffen zij ook, want ik zit op een Franse school, Franse universiteit. Maar dus ook met Franse leerlingen en alles erop en eraan? Of valt het Maar de leiding is wel Frans. Okay. Docenten zijn ook Frans. Maar ja, iedereen komt uit een beetje Afrikaanse landen. Ja. Dus we zijn vrij gemixt allemaal. Maar voel je dan spanning? Op zo'n universiteit? Nee, absoluut niet. Okay. Nee, dat vind ik bijvoorbeeld wel heel prettig hier. Ik heb bijvoorbeeld nooit in Nederland... tenminste wel bijbaanschap, maar echt werk in Nederland heb ik dus nooit gedaan. Dus ik heb nooit echt spanningen op werk gevoeld. Maar goed, kort zeg maar, na het afstuderen ben ik dus verhuisd. En toen begon dus mijn reis, mijn journey met Nasser dan. Wat ik hier wel merk, ik voel me hier wel op een of andere manier thuis. En niet vanwege de luxe of gebouw of wat dan ook. Maar meer dat ik bijvoorbeeld gewoon naar school kan gaan en zeg van, hey, ik ben wie ik ben. Ik ben Marokkaans, ik ben in Nederland opgegroeid, ik ben moslima. Dat ik thuis gewoon de lesuren dacht van, hey docent, kan ik even bidden of kan ik even eten? Of dat maakt niet uit. Het is ook van iedereen, zijn ze aan het bidden, bewijzen van. Wij zien een kamer toe, dat respect, weet je. Dat,
Ja, dat is gewoon onbeschrijfelijk. Dat je als vrouw zijnde gewoon s'avonds buiten kan lopen. Ik woon hier bijna 2 jaar. Ik ben gewoon letterlijk nooit lastiggevallen. Heerlijk. Wat gewoon heel prettig is. Je wordt gerespecteerd. En dat is gewoon, als moslima is dat gewoon heel belangrijk. Dus ja, dat is, ik weet niet. Ja. Het is niet anders. Salim, succes. Heeft succes ook een nadeel? Ja, ik denk dat het wel wat sacrifices moet geven. Je kan niet alles hebben. Je moet op een gegeven moment keuzes maken. Als je dan vroeger vrienden had die dan lekker aan het gamen waren, moest jij nog een offerte schrijven. Dus jij kon niet mee gamen. Dus je moet keuzes maken. Maar ja, ik denk dat het uiteindelijk je ook weer gelukkig maakt. Het is een beetje balans tussen het succes dat je morgen kan hebben of op de lange termijn. Je kan beter op de lange termijn het werk doen. Omdat je er later beter van wordt dan eigenlijk nu snel iets kiezen en de quick win te kiezen. Dus uiteindelijk succes is keuzes maken. En daar ook achter blijven staan en daarvoor werken. Wat is jouw allergrootste opoffering geweest? Grootste opoffering? Ja, alhamdulillah. Mijn leven heeft nog niet echt katastrofale dingen gehad. Ik denk de studententijd, dat ik eigenlijk aan het ondernemen was en mijn studie aan het afmaken was. Dat ik veel leuke momenten met vrienden niet heb kunnen meedoen, omdat je dan gewoon bezig was met werk. Ja, is dat de grote sacrifice? Ik denk dat relatief aan andere dingen die erg zijn in deze wereld, is dat gewoon heel klein. Dus valt mee, vind ik. Maar die vriendschappen van vroeger, zeg maar, heeft het je vriendschappen gekost? Ik denk vrienden komen en gaan. Ik heb wel een aantal vrienden nog steeds vanuit de middelbare school waar ik nu gewoon meer bevriend mee ben. Nu ook grappig toevallig vandaag mijn tweede auto verkocht aan mijn vriend van mijn middelbare school. Zie je dan wat gaat je vriendschap? Ja, dat is vriendschap. Nee, ik heb 2 maanden garantie op. Ik heb een goed opgehouden. Okay. Dus, al is het mijn vriend niet. Ik verkoop geen rol. Nee. Grappig. Ja, dus het is wel leuk dat je dan nog wel contact hebt. Maar ik heb ook genoeg vrienden die je eigenlijk niet meer spreekt. Dus. Voor jou, Hassin, heeft succes een nadeel? Ja en nee. Maar kijk, het is natuurlijk... Als voetballer is het natuurlijk ook wat Selim aangeeft, dat je hem al offers die je moet brengen. Nou, ik denk dat echt Selim ook weet, hè, als je je man achterna moet. En ja, wij zijn natuurlijk als voetballers mee continu natuurlijk al helemaal met jezelf bezig. Het klinkt een beetje bijna egoïstisch en niet zozeer dat je dat ook denkt, maar je bent natuurlijk alleen maar gebrand op succes te behalen als voetballer. Dus ja, alles moet ervoor wijken, je familie om je heen, je vrienden, vakanties, als je vrienden dan met z'n allen op vakantie gingen, ja, dan waren wij weer al aan het trainen. Ja, alleen het geluk had ik dat Tim de Cler, ik had ook natuurlijk gewoon Nederlands vrienden. En Tim de Cler is een van mijn beste vrienden nog steeds. En wij zijn vanaf onze 8e bevriend. En we zijn allebei uit 1 elftal profvoetballer geworden. Dus wij hebben gelukkig samen dit hele traject kunnen. En nu gaan onze kinderen weer met elkaar om. En gelukkig heb ik mijn vrienden echt ook nodig gehad in mijn... eigenlijk mijn maatschappelijke carrière. En waarom? Doordat mijn Marokkaanse vrienden en een gemeleerde groep vrienden had ik, allemaal studeerden en allemaal universitair geschoold waren, nam dat mij ook zeg maar mee dat ik zeg maar ook die kant op ging, dat ik ook gewoon mijn school heb afgemaakt en mijn studie, wat dan onder voetballers niet zo veel voorkomt. Dus het was voor mij ook wel doordat ik bepaalde vrienden had, heb ik ook zeg maar wel succes kunnen bereiken. Dus mijn vrienden zijn heel belangrijk geweest, ook voor mijn succes. Want wat Selim zegt, als je de verkeerde vrienden kiest, en ik wil niet zeggen dat ze je slechte dingen laten doen, maar het feit dat ze andere dingen doen, en jij gaat erin mee, kan het zeg maar wel bepaalde dingen gaan kosten. Ik heb wel veel offers moeten laten, maar dan meer persoonlijke dingen. Maar ja, ik uitgaan en dat soort dingen, daar was ik niet zo van. Dus dat vond ik niet echt een offer, maar meer gewoon de vakanties. Dus je moet heel erg streng zijn voor jezelf. De verleidingen die zijn heel makkelijk als voetballer. En die moet je toch allemaal kunnen weerstaan. Dus alhamdulillah heb ik goed opgepakt. Wat me wel moeilijk lijkt is als profvoetballer, zeg maar. Dan ben je bezig, dan heb je een succes bereikt. Alleen dat succes is 10 jaar, max 15 jaar als voetballer. En op een gegeven moment is het klaar.
En dan heb je eigenlijk twee keuzes. Als je financieel onafhankelijk bent, kun je lekker bij wijze van lekker op de bank gaan liggen en niks doen. Ja. Maar dat gaat voor maar een klein groepje voetballers. Absoluut, absoluut. Hoe moeilijk is dat voor jou geweest? Als je op een gegeven moment denkt, oké, ik heb mijn doel bereikt. Grootste droom ooit, profvoetballer. Maar op een gegeven moment nader je dat einde. En dat je dan denkt van ja, maar en nu? Dat lijkt me best lastig. Ja, dat is ook lastig. Want dat was natuurlijk een moment dat je op een gegeven moment gaat denken van ja, hoe ga ik het nu doen? Wat jij net ook aangeeft, ik ben geen miljonair geworden dankzij het voetballen. Maar ik ben wel... Schilde weinig, maar... Heel weinig, een paar nullen. Maar nee, ik heb gewoon... Ik verdiende hartstikke goed en dat ging echt top. En ik hoefde niet zo snel ook gelijk aan het werk daarna. Dat, zo niet. Alleen het was wel dat ik dacht van ja, ik moet nog zo lang. En ja, dat heeft mij dan wel toe gedwongen om wel een maatschappelijke carrière op te bouwen. En wat gelukkig goed uitgepakt is. Ja, want dat heb ik heel veel succes mee behaald. En dus ja, en nu ook. Dan zit ik bij de KNVB, bij een functie. Wat ja, gewoon een topfunctie. En een droom die uit is gekomen. Dus ja, ik ben nog steeds betrokken bij het voetbal. Ik mag niet klagen. Ik heb 3 heerlijke kinderen en een vrouw. Dus ja, ik hoef, ja, prima. En dus wat dat betreft heeft het me veel gebracht allemaal. Ja, en ja, je moet soms keuzes maken. En dat was na mijn voetbal gewoon, ja, ik ben geen miljonair geworden. Dus nu moet je ook weer daar gewoon knallen. En dat is iets wat wel mooi is. Van niks weer iets maken. Ja, eerst en voor jou. Had jij, op een gegeven moment ben je getrouwd, toevallig met een profvoetballer, maar daarvoor, wat had jij in je hoofd? Wat wilde jij, wat was jouw doel? Voortrouwen? Ja. Goeie vraag. Heel goed. Ja, wat ik al zei, we zijn vrij zelfstandig opgegroeid. Opgevoed. Dus ik wilde wel altijd anders zijn dan mijn familie. Dus dat mannen gehoorzaam thuis zitten. Dat was iets wat ik absoluut niet wilde. Ja, kijk, man gehoorzaam heeft natuurlijk wel gradaties. Je hoort je man gehoorzaam volgens de islam. Daar bedoel ik het, zeg maar, daar doe ik eigenlijk niet zozeer op. Maar meer de generatie van onze moeders. Dat wilde ik dus absoluut niet. Daar wilde ik dus absoluut niet in verkeren. Maar wat ik wel heel belangrijk vond, is gewoon de taal leren ontwikkelen. Reizen, weet je, verder kijken dan waar je zit, waar je woont, hoe je hebt geleefd. Maar goed, toen kwam Nas op mijn pad. ja, dat ging dan wel. Nas leerde ik dan kennen op de middelbare school, dus we waren toen op onze 16e, kenden we elkaar. Dus ik werd eigenlijk automatisch gevormd vanaf mijn 16e, heel onbewust, dat we toch naar... ja, en ergens naartoe werkte. Want vroeg trouwen had ik nooit echt in mijn gedachten. Ik was toen echt 21. Dat vind ik heel vroeg als ik terugdenk. Tot in die tijd vond ik het heel stoer. En ik hoor, ik trouw met de liefde van mijn leven. Maar ja, als ik terugblik, dan denk ik, ja, het is toch wel... Alhamdulillah. Het is, weet je, de Mekatim is gegaan zoals het is gegaan. We hebben ook heel vroeg kinderen gekregen. Ook af en toe als ik terugdenk, dan denk ik, oh, echt, wat heb je gedaan? Maar dat zijn gewoon toch momenten dat je dan... dat je vrienden om je heen nog niet getrouwd zijn, omdat ze gewoon een jas kunnen pakken en kunnen vertrekken. Ja, ik moet alles kunnen organiseren, plannen. Bij mij gaat het niet zo 1, 2, 3. Maar uiteindelijk dan denk ik bij mezelf, alhamdulillah, het had zo moeten lopen. En dan omarm je gewoon je huidige situatie. Heeft het jou sneller volwassen gemaakt? Zeker als je het vergelijkt met jouw vriendinnen? En... Ja, maar dat was eigenlijk een beetje van jongs af aan. We zijn... niet uit een heel makkelijk gezin gekomen. Dus ik was al heel snel vanaf jonge leeftijd wist ik al dat ik gewoon op mijn eigen benen moest staan. En, ja. Onafhankelijk. Onafhankelijk. Ja, dat stukje onafhankelijk is gewoon... Ja, we waren al vanaf jongs af aan heel onafhankelijk. Dat we moesten ook werken voor onszelf en het geld verdienen en kleding voor onszelf kopen, studie betalen. Dus dat vormt je enigszins wel. En, ja, dat is ook zoiets van dat ik nu ook studeer. Ik zeg niet dat... Je weet nooit wat er gebeurt. We leven in... we zeggen altijd in het Arabisch, maar van dunia. We kunnen met overlijden te maken hebben. We kunnen te maken hebben met... Stel voor dat Nas bijvoorbeeld in leeftijd, dat hij bijvoorbeeld iets, dat hem iets overkomt. Dan moet ik er wel staan. Dus ik moet niet
gemakzuchtig denk van oké, er is een geldstroom, er is genoeg geld, er is genoeg als het werkt. Ik vind dat als vrouw zijnde moet je altijd sterk staan en paraat staan voor als het eventueel mis kan gaan. Dus dat stukje hangt ook altijd bij mij. Dat vind ik ook heel belangrijk. Dus ik zeg altijd tegen als je stopt met voetballen, dan is het mijn beurt om te werken. Ja, is die afspraak zo? Ik bedoel, is dat een onbewuste afspraak? Want op een gegeven moment, wat je zegt, en dat zei je net ook al, de carrière van een man, van een voetballer, is leidend. Was dat moeilijk? De eerste keer dat je moest mee verhuizen naar het buitenland? Was dat voor jou even moeilijk? Of was het meteen, snapte je het? Want je bent onafhankelijk opgevoed. Je was een onafhankelijke jonge vrouw. De eerste keer dat je hoorde, ja, we gaan, weet ik veel, naar Engeland of naar Oostenrijk. Had jij zoiets meteen van, ja, logisch? Of dacht je van, ja, maar ik ben nu bezig met andere dingen? Nee, eigenlijk niet. Ik heel impulsief. Ik had zoiets van, ja, oké, dat is prima. Vond ik allemaal heel leuk en aardig. Maar goed, totdat ik daar was. En toen had ik zoiets van, oké. Want dat heb je dan als je een beetje jong bent. Dan ben je ook vaak wel een beetje impulsief. En dan denk je van, oké, ja, dat doe ik wel even. En op een gegeven moment, toen ik voor de eerste in Oostenrijk was, het eerste wat ik deed was na 2 weken van oké, ja, nou een beetje koken schoonmaken. Ja, dat verveelt wel op een gegeven moment. En dan ben je op een gegeven moment op zoek naar werk. Je wilt studeren. En dan lukt dat niet. En dan denk je bij jezelf, oké, dan moet ik eerst de Duitse taal leren. Gelukkig had ik wel een goede basis. Maar toch, het is niet genoeg. En we bleven 6 maanden in Oostenrijk en toen moesten we weer naar Monaco. Toen dacht ik zoiets van oké, wat ga ik hier doen? Toen heb ik gesolliciteerd bij de Nederlandse ambassade. Ja, en dat gaat gewoon maar door. Toen heb ik weer de Franse taal proberen te leren. Dat was heel lastig. En toen moesten we weer verhuizen. Dus dat verhuizen bleef maar. Uitkomen, ja. Ja, en dat is wel heel lastig om je als vrouw zijn te aarden. Je leert mensen kennen. Dan moet je weer afscheid van nemen. Ja, dan moet je weer afscheid van nemen. En ja, op een gegeven moment krijg je kinderen en dan vergeet je alles al meer. Dan heb je geen vrienden, heb je geen sociaal leven. En dan heb je hele andere doelen. Dus ik ben er eigenlijk zo ingerold. En op een gegeven moment was ik moeder van 3 kinderen. En dan word je echt geraakt door de realiteit. En dat heeft me ook een beetje aan het denken gezet. En toen besefte ik hoe gedreven ik was. Hoe graag ik wilde ontwikkelen. Mede dankzij dit soort gebeuren. Moeder worden. Ineens werd ik moeder. En ik was zoiets van, hè? Ik ben moeder. Ik kan een kind krijgen. En dat maak ik allemaal heel onbewust mee. Als ik nu zo terugblik. Ja. Naar wat er vroeger is gebeurd. Maar goed, we leven nog. Alhamdulillah. Ik mag niet. Goed. Selim, als we kijken naar succesvol zijn. Op een gegeven moment ben je succesvol. Daar moet je heel hard voor werken. Dat kan soms heel lang duren. Op het moment dat je succesvol bent, hoe hou je dat succes vast? Ik kan me voorstellen op een gegeven moment dat je succesvol bent, dat je misschien iets gemakzuchtig gaat worden. Dat je denkt, ja, ik heb het nu allemaal op orde. Is dat een uitdaging? Ik denk dat mensen soms niet beseffen dat we hebben nu zeg maar een softwarebedrijf. We moeten echt blijven rennen, blijven experimenteren. Dus dit jaar waar we heel erg trots op zijn geweest is door de coronacrisis. Ik zat in Marokko voor een weekje. Dat was voor de lockdown, echt in maart. En zaterdag kreeg ik te horen dat de luchtruim sloot. En ik zou zondagochtend terug naar Nederland vliegen. Dus als ik niet die dag een vlucht vond, dan zat ik gewoon 3 maanden vast. Dus ik heb geluk gehad dat het via Casablanca nog lukte. Maar toen kwam ik terug naar werk. En zat ik op kantoor en ik ben toen gestopt met nieuwe klanten proberen te zoeken op dat moment. Ik heb er toen voor gekozen, ik ga nu mijn huidige klanten zo goed mogelijk helpen. Maar hoe kan ik met de innovativiteit in mijn team iets tegen corona doen? Dus toen ben ik een initiatief gestart, Private Tracer. En daarin hebben we onze steentje bijgedragen bij de coronamelder, zoals je die kent. Die app die dan traceert. Ja. We hebben dat open source gebouwd, meegedaan aan de in de paasweekend kwam een soort van aanbesteden van de overheid. 750 mensen deden mee. Er werden 8 gekozen qua initiatieven. We hebben uiteindelijk teruggetrokken, omdat er werd gewoon te veel gevraagd. Het moest productie klaar zijn. Ja, op dat moment niemand in de wereld had het klaar. Je moest het echt met Apple en Google samen doen. Maar uiteindelijk, ja, op dat moment dingen gebeuren om je heen. En dan moet je juist op dat moment onder druk
iets slims bedenken om relevant te zijn in die tijd. Want niemand stond te wachten op een telefoontje. Hey, zullen we wat nieuws bedenken? Want iedereen zat, hoe gaan we thuis werken? Ja. Business continuity was zeg maar de norm daar. Dus uiteindelijk wil je succesvol blijven, dan moet je jezelf blijven pushen. Ik race regelmatig boeken. Ik ben eigenlijk pas 4 jaar geleden echt mee gestart. Want met dyslexie vond ik het niet zo leuk. Totdat ik een trucje had bedacht. Wat ik nu doe is, ik koop een boek. Ik koop dan ook een audioboek daarnaast. Die zet ik op 1,5 speed. En dan kan ik wel snel lezen. Dus, dus zo doe ik het nu. Is er een boek waar je het meest aan hebt gehad tot nu toe? Ja, ik denk de klassieke. 7 Habits of Highly Effective People. Het gaat eigenlijk om het feit dat, als je goed nadenkt wat echt de belangrijke urgent taken zijn, die echt niet moeten gebeuren. Als je dat duidelijk hebt voordat je je dag begint. En je daarmee begint, dat je dan ook gewoon echt grip krijgt op wat je behaalt elke dag, elke week, elke maand. Dat helpt je? Jazeker. Ja, ja. Dus ik zal straks ook gewoon even een weekplanning maken. Dan weet ik waar ik mijn aandacht maandag aan ga aangeven. Is jouw bedrijf, zeg maar, is jouw bedrijf, je ziet het overal, althans in mijn sector is het voornamelijk nu thuiswerken. Is dat bij jullie ook? Is je bedrijf totaal veranderd door corona? Ja, we hebben nu hiernaast een webinar room gemaakt, dat we dan maandelijks over topics praten als gebruiksvriendelijke applicaties bouwen, doe je dat. En heel mijn bedrijf werkt nu gewoon thuis. Ik werk nog wel eens soms op kantoor. Maar nu sinds de laatste paar weken, sinds de tweede lockdown, zoveel mogelijk thuis. Ik ben wel blij dat we dan in de techniek zitten. Bij ons is de werk gelukkig niet zo hard geïmpact. Want ik bedoel, als je in de horeca zat, dan heb je het echt heel moeilijk nu. Ja. Dus wat dat betreft, het bedrijf is niet meer zoals het was. We hebben hier een lunchroom, die is een paar maanden leeg. Wordt geëten en gestopt. Iedereen is gewoon vanuit huis aan het werk op dit moment. Ja. Maar merk jij dat dat, doet dat wat aan de cijfers, zeg maar, het thuiswerken of zeg maar, het niveau van werk? Ja, het is echt heel bijzonder dit jaar. We hebben dit jaar een beter jaar dan vorig jaar. Maar dat is gekomen door de strategische keuze dat we niet alleen op projecten in-house, echt dat we projecten aannemen en het echt met een team hier doen. Maar dat we ook detachering doen. Dus dat betekent dat je dan één persoon die dan heel goed is in iets, een team bij je klant versterkt. Ja. Dus ik kon in de zomer echt op dat soort type opdrachten zoeken. Waardoor we het gelukkig handelen, het goed konden doen dit jaar. En dat heb je moeten doen door corona? Of heb je, ja. We hebben het al gedaan voor corona. Maar in de coronatijd was het, is zeg maar het verschil heel duidelijk, dat als je echt opdrachten wil doen voor een klant, dan moet je heel veel vertrouwen krijgen. En dat duurt een paar maanden voordat zoiets gaat starten. Maar als je het over detacheren hebt, dan zit het een horizon van 2 tot 6 weken. Als je dan een goede match vindt. Dus dat heeft ons echt heel erg geholpen dit jaar. Ja. Hartin, voor jou, hoe hou jij het succes vast? Ja, bij ons is natuurlijk het, je bedoelt op mijn werk of gewoon? Werk persoonlijk, als voetballer. Dat je niet, als voetballer kun je niet verzaken, want dan is er een concurrent en dan zit je op de bank. Dat is redelijk weetbaar. Maar ja, hoe ging jij daarmee om constant wel die focus te houden? Om niet te denken, ik ben er, dus ik kan, ik kan wat relaxter gaan doen. Maar ja, dat heb ik eigenlijk nooit. Ik heb nooit dat ik er ben, voor mezelf. Ik ben best wel, perfectionistisch in bepaalde dingen. Dan ben ik echt wel iemand die het beste eruit wil halen. Dus het is niet dat ik denk van, nou, nu ben ik er, nu stop ik ermee. Dus dat had ik dus sowieso niet. En in mijn werk merk ik het ook. Voor mij is het dat ik wel gewoon kijk van, hoe kan ik andere mensen beter maken? Dat is nu wat ik aan het doen ben met name. En daardoor behoud je ook succes. Want als mensen in je team het gevoel krijgen dat ze het maximale voor je kunnen brengen, doordat jij ze het gevoel geeft dat ze het dus ook echt daadwerkelijk toe doen. Want uiteindelijk vergeten we dat vaker als leidinggevende, is het succes naar jezelf toe halen. Dat doe ik dus helemaal niet. Ik heb helemaal niet zoiets van, ja, ik ben degene die het doet. Dat weten ze ook binnen mijn team, dat ik zeg, maar we zijn allemaal collega's. Het enige die zijn kop eraf geslagen kan worden door de directie ben ik. Dus voor de rest zie je geen verschil. We proberen gewoon met z'n allen. En ik denk dat je succes moet delen. En dan hou je het ook. Dat is wel wat ik zeg maar zie binnen het team. Doordat ik gewoon ook mijn succes met hun deel. En als voetballer is het ook een teamsport. Alleen wat jij zegt,
de concurrent die zit op je plekje te azen. Dus je moet, dat is een hele andere dynamiek, een hele andere manier van succes hebben. Dus, is het nu relaxter? Ja, ja, weet je, de druk van het voetbal is natuurlijk enorm groot. Ja, je wordt ook wel geleefd. Je bent al heel snel volwassen. Ik was op mijn 17e werd ik profvoetballer. En dan merkte je ook hoe je omgaat met bepaalde dingen. Je wordt gewoon ook wel eigenlijk anders opgevoed door het voetbal. En dat is ook iets moois. Dus ja, ik ben er wel blij om dat ik het heb meegemaakt hoor. Ik ben nu inmiddels bij die 42. Ik was 29ste, 30ste stopte ik als profvoetballer. Omdat ik gewoon een maatschappelijke carrière uiteindelijk. Dus dat was een hele moeilijke keus, maar ik ben blij dat ik hem heb gemaakt. Achteraf. Ja, dus wat je zegt, achteraf blij dat... Want als je die keus niet had gemaakt en verder was gaan voetballen tot je 33ste, 34ste. Dus dat weet je natuurlijk niet, maar was het dan moeilijker geweest om te komen waar je nu bent? Want eigenlijk is dat... Ik denk het niet. Mijn karakter is dat ik eigenlijk helemaal geen beren op de weg zie. Nergens niet. En ik denk ook... Ja, ik kan me niet voorstellen dat je in dit land, laten we ook eerlijk zijn, waar je zo succesvol kan zijn, dat je ook gewoon echt alles uit kan halen als je maar gewoon doet wat je moet doen. En dat is gewoon ook, hij noemde het mooi, ik heb ook gewoon bepaalde rituelen die ik doe, waarvan ik denk, dat zorgt gewoon dat ik succesvol blijf. Wat zijn die rituelen? Ik vermijd echt negatieve mensen. Ja. Ik heb gewoon ook, voordat ik opstart, begin ik altijd met hele positieve dingen voor mezelf. Ik moet gewoon ook, soms ga ik ook gewoon bij vrienden langs, die dan ergens zitten, om gewoon daar de dag te beginnen. En dat is voor mij ook iets wat ik, dat vinden mensen heel raar, maar ik ga ergens bij een vriend, bij zijn koffietent, ga ik heen, omdat daar gewoon, het begint heel ontspannen. En dan start ik mijn dag op. Dat is voor mij echt een manier van, hoe ik zeg maar mijn dag begin. Ik heb echt bepaalde rituelen, zeg maar, die ik al jaren doe en waar ik aan vasthoud. Dat geeft mij een bepaald gevoel van onafhankelijkheid die ik dan heb. Maar ook mezelf, zeg maar, echt terugvinden. Want dat vind ik het belangrijkste. Als ik gewoon weet van, ik ben nog, ik verlies mezelf niet, ook niet naar anderen. Dit is wat ik moet blijven doen om die successen te blijven behalen. Ja, ik denk dat je ook iets heel belangrijks zegt met je vrienden. Ik bedoel, je bent het gemiddelde van de 5 vrienden waar je mee omgaat, is wat ik geloof. Ja, zeker. En, daar leer je enorm veel van. Beter dan wat in boeken staat. Want als je veel met ze omgaat, die doet elkaar na. En als het goede vrienden zijn, zijn jullie allemaal goed. Ja, gelukkig wel. Gelukkig wel. Gelukkig choose wel. Your friends, choose your friends wisely. Ja, zeker. Wat we doen, wij proberen natuurlijk de jongeren te inspireren. Ouderen ook natuurlijk. Is dat een gouden tip? Als het gaat om vrienden of mensen in je omgeving, in je inner circle, dat je... Want soms heb je dat vaak trouwens, mensen, weet je, die zijn dan bevriend met iemand die ze eigenlijk helemaal niet echt mogen. Of op een gegeven moment zijn ze zo uit elkaar gegroeid dat iemand totaal anders is, maar toch vrienden zijn. Terwijl, is dat de kracht, zeg maar, om eigenlijk afstand te nemen van mensen die je vriend of vriendin noemt, omdat je al heel lang kent, toevallig? Ja, als je succes hebt, heb je heel veel vrienden, zeggen ze toch? Ja. Nou, die gingen bij mij niet in. Ik had altijd maar mijn vrienden van mijn jeugd heb ik altijd gehouden. Ja. En mensen die voorbij kwamen, weet je. Maar ik heb nooit gedacht van, ik moet nu ineens ergens bij horen. Of bij mensen die het, onwijs goed hadden. Dat ik denk, daar moet ik mee omgaan, omdat die bepaalde status had. Nou, één ding, ik heb helemaal niks met status. Dus dat hiërarchisch ingesteld ook niet. Dat weten ze ook van me. Het boeit me echt helemaal niks. Ik vind het net zo leuk. Ik ben jarenlang vrijwilliger geweest van een daklozenteam hier in Leiden. En dat heeft mijn ogen zo geopend. Ik heb daar mensen gezien die gigantisch succesvol waren. Maar door kleine dingen in het leven die bij hun gebeurden, was succes ook maar heel relatief. Hè? Als iemand zegt, ik ben mijn zoontje verloren doordat ik met de auto in de gracht reed. Of iemand die zei, ik ben mijn zus, mijn moeder, mijn broer en mijn vader in 3 maanden tijd verloren en daardoor ben ik helemaal van het padje geraakt. Dan denk je van, Maar die mensen waren echt heel succesvol. En dan denk je van, succes is ook maar relatief, hè? Ik bedoel, wat is succes? Als ik nu een nieuwe auto koop en dan, de eerste week vindt iedereen het mooi en daarna denken ze, daar heb je hoes in. Ja. Dan zien ze die auto niet meer. Dus het is ook allemaal zo vluchtig. Dus succes is voor mij een hele andere dingen. Gelukkig.
familie, vrienden. Ja. Ja. Nog op die vraag terug te komen, Nordin. Ik denk consistentie en discipline. En er zijn als het je gevraagd wordt. Dus 80% van het succes is aanwezig zijn op het moment dat het er is. Ik denk dat die combinatie van wie je vrienden zijn, dat je discipline hebt, consistentie hebt en show up. Ja. Dat hele belangrijke dingen zijn om succesvol te zijn. Ja, zeg voor jou, op een gegeven moment, als we het hebben over die inner circle. Ik kan me voorstellen, misschien heb ik het helemaal fout. Op een gegeven moment trouw je met een bekende voetballer. Dat ook mensen aantrekt. Ik heb er zelf nooit last van gehad. ik heb zelf niet zo heel veel vrienden. Maar ik sluit me wel aan bij de heren. Want ik heb wel hele ook vrienden vanuit middelbare school. Het zijn er niet zo heel veel. Maar die heb ik nog steeds. En ik maak niet zo heel snel vrienden. Dus, en vrienden spelen ook een hele belangrijke rol. Ik zit nog steeds op de grond. Ik eet nog steeds zonnepitten. Als ik van een andere beker moet drinken, doe ik het nog steeds. Ik vind status ook helemaal niks. Dure dingen heb ik helemaal niks mee. Maar goed, dingen behalen dan weer wel. Ik ben dan wel weer trots op mijn certificaten of diploma's. Of dat soort dingen. Dus ik heb nog steeds geen Louis Vuitton tas of een Chanel. Heb ik allemaal niet. Jeetje, dat valt me weer tegen hoor. Ja, nee, maar ik bedoel, weet je, dat past een beetje bij dat... Bij, jet set. Ja. Voetbalvrouwen, dat bedoel ik. Voetbalvrouwen, ja. Ja, zo zie ik mezelf ook absoluut niet. Ik dwel nog steeds, mijn haren zitten ook gewoon omhoog. En dat soort dingen, weet je. Ik ben gewoon wel heel realistisch. En ik denk wel dat de meeste mensen een beeld hebben van een voetbalvrouw die op een top eruit ziet en zo. En, dat is voor mij absoluut niet belangrijk. En ik denk dat Hussein en Salim wel een hele belangrijk punt hebben aangekaart. Zoals consistent zijn, discipline. Het is met alles zo in het leven. Ook met onze dien. Als je consistent bent, je ochtend start met de Fajr gebed. Als je maar 10 minuten of 5 minuten je Koran open maakt en 5 ayat reciteert iedere dag consistent, dan zul je uiteindelijk ook resultaten behalen. Dat is maar gewoon een klein voorbeeld. En dat is ook wat onze dien ons leert, zeg maar, de islam leert dat ons ook. Dus vanuit dat probeer ik dat ook te implementeren met andere factoren. Dus studie, kinderen bijvoorbeeld. Je kan nooit binnen een week of binnen een dag goed in iets zijn. Het is een proces. Je moet bereid zijn om dat te willen aangaan. En geduld moet ook geduldig zijn. Dus, wat is de belangrijkste les die je vanuit je geloof meeneemt in het leven, in je dagelijkse leven? Ik vind sowieso dat succes is voor mij... ik vind, weet je, leven als een moslim en sterven als moslim, dat is voor mij de grootste succes. En ik denk voor iedere moslim is dat zo. Wat voor mij, tenminste, wil je even kijken? Ja, is dat een uitdaging, leven als een moslim? Want natuurlijk, we willen allemaal leven als moslims. Ik ben nooit in Dubai geweest. Misschien is het in Dubai makkelijker dan in Nederland, dat weet ik niet. Niet altijd, maar goed. Het is even, nog een keer. Probeer wat je zegt. Het mooiste uit het geloof is, zeg maar, leven als een moslim. Dus dat je probeert je zoveel mogelijk aan de islam te houden. Onze religie disciplineert ons eigenlijk. Tenminste, mij heeft dat wel gedisciplineerd. Zoals bijvoorbeeld je woord nakomen, op tijd zijn. Hmm. Dat komt ook van op tijd bidden. Ja. Vrienden, dat is als Rasul sallallahu alaihi wasallam er ook over gesproken. Weet je, ga met de juiste mensen om. En dat zie je ook nu weer terugkomen. En heel veel regels die ik dan weet. Want tenminste, ik heb... Ja, ik ben altijd wel moslim geweest, daar niet van. Maar ik heb ook bijvoorbeeld... Toen ik opgroeide in Nederland, was ik ook niet op tijd, toch? Ik ook geen hijab. Dus weet je, als jonge dame, dan probeer je ook van alles uit. Mm. Dan zie je toch in dat islam ook heel veel dingen oplost. Voor mij dan. Ook zeg maar op tijd bidden. Als ik op tijd bid, opsta, ik voel dan gewoon dat mijn dag al succesvol begint. Dat de kinderen ook luisteren. Je voelt je gewoon sterker. Je voelt je gewoon... ik weet niet, het is een heel bijzonder gevoel om te hebben.
ja, als bijvoorbeeld, ik geef een simpel voorbeeld. Stel je voor dat iemand tegen mij zou zeggen van, echt, nee, je bent niet aangenomen voor je job. Of je bent niet aangenomen voor je studie. Dan heb ik zoiets van, oké, prima. Wat zijn de redenen? En die spreken dan anders. En dan is het ook goed voor mij. Dan, ik zit daar ook niet meer. Dan heb ik zoiets van, dit is kadder. Het is niet voor mij weggelegd. Dus ik zal nooit een week lang huilen of toch proberen om bepaalde dingen te doen, om toch daar, om toch zeg maar er tegenin te gaan. Ik accepteer het dan op een bepaald moment. En ook best wel snel eigenlijk. Dus dat is ook wel, dat leert religie mij eigenlijk. Dus. Als we dat even vertalen naar de tegenslagen hier in Nederland. De jongeren die te maken hebben met problemen als het gaat om stages vinden, werk vinden, kansongelijkheid, discriminatie. Je hoort vaak verhalen van, ja, het leven is oneerlijk. Of ik word niet aangenomen omdat ik Marokkaan ben, of omdat ik zwart ben, of omdat ik moslim ben. Zeg jij dat je dan eerder naar het geloof moet grijpen in de zin van, het is kader, het is een kteb, dus geef het een plekje en blijf doorwerken? Of, ja. Ja? Nee, dat, ja. Ik zou bijvoorbeeld, wat ik dan tegen de jeugd zou willen zeggen, is van, goh, nou, word je niet aangenomen? Ik zeg niet van, accepteer het en weet je. Het is niet van, de religie leert ons niet van, nee, weet je wel, vraag Allah iets en ga maar liggen. Of, weet je, je moet wel aswerpen. Ja. Aswerp verrichten. Dus vanuit mijn optiek is dat, sommige dingen zijn kader, tot een bepaalde hoogte. Je moet het accepteren. Soms kan je gewoon niet meer verder. Ik vind wel dat je altijd gewoon hard moet blijven werken. En ergens is jouw rizq weggelegd. Ergens in the middle of the jungle. Ik heb dat ook zo ervaren. Ik heb ook heel veel dingen gedaan. En telkens ja, kon ik niet meer verder. En toen verhuisde ze bijvoorbeeld weer. En dan was het dit weer en dat weer. En nu denk ik bij mezelf. Oh, zie, alhamdulillah, weet je. Ik leef in een omgeving. Alles gaat goed, alhamdulillah. En ik ben omringd met de juiste mensen. Dan had het had zo moeten zijn. Dus ergens vinden wij wel onze plekje. En ja, om snel te roepen van ja, we worden discriminatie bestaat. Ik geloof er ook wel in. Alleen, je moet het etiketje discriminatie niet zo snel op, ja, op jezelf plakken. Gebruiken we het te makkelijk soms? De men, jongeren, noem maar op. Ja, soms wel. Weet je, er zijn echt mensen die oprecht gediscrimineerd worden. Ik heb dat zelf ook meegemaakt met Nasser. Dat hij vanwege zijn baard wordt gediscrimineerd. Een hele heis op internet. Ja, dat weet ik nog wel bij je. Ja, en wat hij tegen mij zei toen hij terugkwam van zijn wedstrijd, is van, Allah is degene die mij rust geeft. Ik ga voor niemand buigen en ik zal voor niemand veranderen. Ik doe niks verkeerd, ik respecteer ieder andere vrouw, et cetera, et cetera. Dus dat was voor mij ook wel een wake-up call. Dat ik zoiets had van, ik hoef niet te vechten en mijn best te doen. En te knielen voor wie dan ook, om een bepaalde job te krijgen. Want dat wil je vaak toch? Als je wat wilt, dan probeer je toch wegen te vinden om toch ergens te komen. Soms hoeft dat niet. Als het voor je is weggelegd, dan is het voor je weggelegd. Met hard werken dan. Hè? Dus niet zeggen van, ik ga achterover leunen en dan volgende. Dus je moet wel hard blijven werken en gewoon aspect richten. Ik denk dat we een hele subtiele, belangrijke onderscheid moeten maken. En dat is, je kan zeggen van, hey, muktab. Maar ik denk dat als je de vergelijking pakt van mijn basisschoolleraar zegt, je IQ is te laag, jij kan alleen HAVO, ik ga jou niks adviseren. Als ik toen had gezegd, ja, je hebt gelijk, dan was ik niet waar ik nu hier was, zeg maar. Dus het is wel, je moet je bewust zijn van, yes, he got the plan for you, maar blijf wel ervoor gaan. En vooral als je het echt gelooft. Soms is het zo dat je dan iets wil doen en dan krijg je zoveel tegengas dat je gewoon zo'n gevoel hebt van, volgens mij moet ik gewoon stoppen en ik ga ik wat anders doen. Maar uiteindelijk, als het echt je doel is en je gelooft erin, dan moet je vooral doorgaan. En als het gaat om dingen die mij hebben geholpen in het geloof, dan is het voor mij sabar. En de meaning van alhamdulillah, wat het eigenlijk is, ik denk dat het is dat, wat onze profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd is, kijk niet altijd naar mensen die meer dan jou hebben,
maar kijk eerst naar de mensen die minder dan jij hebben. Zo relativeer je altijd. Op de slechtste momenten in je leven, je zal altijd kunnen redeneren wat slechter had kunnen zijn. Ja. En dat is alhamdulillah. En ik denk dat als je gewoon doorzet, dus een sabar hebt, dus geduld. Dat betekent ook met emotie, als iemand je boos maakt, dat je denkt van, ik sta erboven. Dat je eigenlijk met je handelen het succes laat zien en het voorbeeld laat spreken, omdat je daarna handelt. Met je hart, met je mond en met het doen wat je doet. En dan ben je een voorbeeld voor iemand en dan kan je ook gewoon zeggen van, hey, dit is een voorbeeld moslim zoals die handelt. En zo probeer ik het ook dagelijks voor mezelf ook te doen. Hoezeer, gaat het voor jou ook? Ik hoor je niet. Ja, maar ik heb hier een zoontje van 12. En die was, wil meedoen. Ja, die luistert natuurlijk. Hè? Die wil geïnspireerd worden. Nee, die is een lieverd. Die ging thee zetten voor mij. Die gooi ook thee. En dan gewoon Marokkaanse thee. Dus dat is mijn succes eigenlijk. Respect, ja, sowieso. Dus, en, ja, dus die vroeger. Dus je zat weer allemaal met pannen en borden. Dus ik denk even muten. Maar alhamdulillah, kijk, gelukkig heeft het geloof natuurlijk voor ons een basis gelegd. En kunnen we daar natuurlijk altijd op terugvallen. En ook wat je zegt, in mindere tijden zie je dat men daar altijd naartoe grijpt. Maar ik denk juist in de tijden van succes moet je er naartoe grijpen. Want dat is juist het, denk ik, de reden waarom je succes hebt. Nee, smell your roses. Poseer bij de successen. Ja, want uiteindelijk vaak zie je als het slecht gaat, dan willen mensen ineens het geloof en alles. En dan tegenslagen, dan grijpt men altijd naar dat soort dingen. Maar je moet ook in de mooie tijden het blijven doen. Ja, dat is voor mij dus wel iets wat mij altijd wel met beide benen op de grond houdt. Dus weet je, succes is natuurlijk wel de basis voor de basis voor succes. Goed. Tot slot, dames en heren, even de gouden tip voor de kijker. Ik begin bij jou, Ehsan. Als het gaat om, hoe bereik je succes? Ik denk dat Salim het wat eerder had benoemd. Door doelen te stellen, dat ten eerste. Jezelf te kunnen disciplineren, niet wachten op anderen. En consistent zijn. Soms hebben we niet invloed op alles. Kijk altijd, Selin benoemde de, volgens mij het boek 7 effectieve eigenschappen. Seven Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. Ook gelezen. En daar staan ook heel veel bijzondere. Richtlijnen, denkwijze van de schrijver. En dat je hebt niet overal invloed op. Geef vooral niet anderen de schuld. En kijk altijd bij jezelf. Blijf jezelf ontwikkelen, blijf lezen. Ik denk dat plus de islam, dat wel heel erg, dat het een goede mengsel is van. Dat zeg maar de formule is om successen te behalen. Dus islam als basis nemen? Nou, islam is eigenlijk de basis, ja. Eigenlijk moeten we als basis nemen. Dat islam heeft ons eigenlijk basis, alles geleerd. Maar goed, omdat we dingen niet vaak begrijpen zoals ze geschreven staan, zijn er andere boeken, zeg maar, eigenlijk ook niet om. Tenminste, andere boeken zijn ook wel heel belangrijk om te bestuderen. Dus ook niet-islamitische boeken. Ik wil niet zeggen dat we dat niet moeten lezen. Dus wat goed is voor ons, dat implementeren we dan in onze leven. Dus ik denk dat dat. Sorry, ik ben niet zo heel goed in het verwoorden. Maar... Nee, maar het is heel duidelijk hoor. Het is heel duidelijk wat je zegt. Selim, wat zou jij meegeven? Ik denk 3 dingen. De stip op de horizon, dus lijkt me volledig bij aan. Dan kan je ook een beetje dan kan je redeneren of je het goed doet in de richting waar je naartoe wilt gaan. Projecteer dat op je vriendenkring. Weet ook heel goed wat is nou een vriend. Een vriend die jou een sigaretje aanbiedt, die mag wel aardig zijn, maar dat is niet je vriend, want het is niet goed voor je, toch? Roken. Laat dat als een voorbeeld zijn. Dus uiteindelijk, als je weet wat je doelen zijn en je hebt vrienden om je heen, waar je ziet van, hey, dat is een steun voor mij en die dragen bij om dat doel te halen. En uiteindelijk geniet van het succes, die kleine successies die je hebt. Al ben je nog niet waar je wilt zijn, de alhamdulillah, smell your roses. Dat gaat je wel helpen in het proces om kleine stapjes te zetten. Als het maar een groot doel is waar je kleine stapjes naar zet.
Heel goed. Hozin? Nou, ik wou wat echt zijn. Ik werd altijd ja, overal geroepen en roep ik nog steeds. Het begint altijd bij jezelf. Weet je, iemand anders een schuld geven is altijd zo makkelijk. Dus dat zeg ik ook altijd. Bij mij is het altijd echt, je begint bij jezelf. Ja, vervolgens doelen stellen. Heel belangrijk. En laat ook nooit iemand je ook vertellen dat je het niet kan. Ik heb zoveel mensen meegemaakt die dan ook zeiden, ja, dat ga je niet redden, je wordt geen profvoetballer. En ik was wel zo'n eigenwijs mannetje. Toen ik mijn contract tekende, ben ik naar meneer Houtkamp gegaan. Ik heb mijn contract meegenomen. En zei ik, ja, het is heel... Als ik er nu over terugdenk, denk ik, ja, kan eigenlijk niet. Nou, ik heb hetzelfde gedaan, maar ga door. Toen ben ik met dat contract, toen zei ik, nou, ik verdien nu meer dan jij. Hij was directeur van die school. En, ja, heel schandalig. Maar ik heb het wel gedaan. En het was meer dat ik dacht van, ja, hij zei, ja, dat ga je nooit redden. En die man bedoelde het goed, hè. Kijk, nu, ik ben zelf directeur van de mbo-school geweest. Dus ik weet wat hij bedoelde. Van, jongen, maak je school nou af. En die boodschap bracht hij dan, voor mijn gevoel, anders. En verkeerd, hè. Dus later ben ik hem gelukkig nog tegengekomen. En, maar iemand, het is wel een essentieel verhaal. Laat nou iemand zeggen dat je iets niet kan. Dus ja, wat iemand ook tegen mij zegt, ik kan het niet. Nou, dat is misschien voor mij juist de motivatie om het wel te doen. Maar ja, en ja, verzamel goede mensen om je heen. Dat is echt belangrijk, vind ik. Dat je mensen die het echt beste met je voor hebben. En zoals zeggen, tebeliebe kikken, zeggen wij het Marokkaans. Geleden kikken. Hoe zeg je dat? Tebeliebe kik, weet je wel? Dus volg eigenlijk degene die je laat huilen. Of ga, hè? Want die is de waarheid. Die vertellen je wat wel en niet goed is. Ja, goeie. En dat is wat bij Selim, wat hij net zei, met de jongens die zeggen, hé, lekker sigaretje, lekker dolle. Ja. Dat zei, jongen, ja, dan is die verleiding weer te groot. Dan denk ik, ja, is goed. Maar die hebben natuurlijk niet het doel voor ogen om dat jij succesvol wordt. Die hebben gewoon het doel voor, ja, het zal een leuke avond worden. Of wat dan ook, hè, beetje gesorceerd. Maar uiteindelijk is dat het belangrijkste voor mij. De mensen om me heen. Goed. Ja. Nou, mag ik jullie bedanken weer voor een innoverende uitzending. Mooie verhalen, heel veel inspiratie. Ik wens je heel veel succes in alles wat jullie gaan doen, maar dat gaat wel goed komen. En ik zou zeggen, snel weer, inshallah. Wat een inspiratie. Heerlijk om dat soort verhaal te horen. Ik hoop dat jullie er ook van kunnen genieten. Laat een reactie achter wat je ervan vond. Vergeet het duimpje niet. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En nogmaals, wil jij meedoen? Wil jij mensen inspireren? Doe vooral mee. Want we kunnen echt zoveel mensen inspireren. Jong en oud, man en vrouw. Wit en zwart, grijs en groen, moslim of niet moslim, wij kunnen iedereen inspireren en dat doen we ook. En dat zullen we ook blijven doen. Bedankt voor het kijken. Assalamu alaikum.